Welkom allemaal in het gebied van waterschap AMA's. Een gebied wat ontzettend divers is, maar waar we ook op heel veel plekken bevers hebben. Plekken waar we ze heel graag willen hebben en ook plekken waar ze ons af en toe aardig wat kopzorgen bezorgen. Dus ik hoorde net de term duurzaam samenleven met de bever. Nou, dat vind ik zelf een hele mooie, want daarmee geef je eigenlijk aan dat je de ruimte voor biedt. Maar tegelijkertijd ook zorgt dat je op heel veel plekken wel veilig en gezond kunt blijven werken, wonen en leven. Dus ik vind het een heel mooi streven en ik denk dat we daar samen allemaal goede invulling aan kunnen geven. Samen met Mark. Mark komt ze ook een verhaal vertellen. Dus Mark Rotterkatter uit Hunze en Haas. Wij kwamen er net achter dat wij aardig in dezelfde regio. Mark woont er nog steeds en ik ben er opgegroeid. Mooi Midden-Nederland, regio Deventer. Maar vandaag zijn we in Brabant. Wij hebben hier, zoals gezegd, aardig wat bevers zitten. En daarmee ook ga ik jullie laten zien waarom we ze zo graag willen vinden. Dit is een bordje wat wij recent in ons gebied hebben aangetroffen. De eerste keer dat ik hem zag bij ons op de onderhoudsapp moest ik best wel lachen. Ik denk, nou, wie heeft deze nou neergezet? En dit is knap gedaan. Maar dit is een heel serieus bord, want wij hebben op een aantal plekken bevers waar ze ook wegen oversteken. Nou, daarachter zie je onze primaire kering liggen. Ik zal me trouwens iets beter voorstellen. Ik ben Hanneke Kloosterboer en ik ben beleidsadviseur waterkeringen. Dus vandaar dat ik het stukje dijk even aanwijs. En ik ben daar vanuit onderhoudsoogpunt vaak aan het kijken hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. Maar ik vond het een schitterend bordje. Wellicht gaan we die vaker in Nederland aantreffen. Hij heeft op dit moment hebben ze een paar tangetjes in handen. Nou ja, je kunt ze ook een schop geven, want ze graven fanatiek en heel erg enthousiast. Mark en ik gaan jullie even meenemen in wat is nou de aanleiding, maar vooral ook hoe kun je ze opsporen, wat werkt goed en wat werkt minder goed. Maar ook hopen we nog een tipje van de sluier op te lichten over hoe gaan we daar dan mee om op het moment dat we ze hebben gevonden. Dit is een plaatje waar zometeen Vilmar veel meer over gaat vertellen. Dus dit is voor mij vooral een introductie, een contextplaatje. Zoals jullie zien zijn het aantal bevers enorm toegenomen in Nederland. En zijn ze inmiddels verspreid over een heel groot gedeelte van ons land. Dus zullen heel veel partijen er ook al actief mee te maken hebben. Ik weet dat ik zelf ergens zo rond 2005 op zoek ging naar bevers in de Millingerwaard met de studie. En dat was super spannend. Je zag ze bijna nooit. En in de schemering hoorden we op een gegeven moment een pats en zagen we er eentje weg. Nou, ik vond het fantastisch. Maar we hebben in juli hoogwater gehad en we hadden dijkwachttraining van de week. En ik vroeg, wie van jullie heeft er een bever gezien? Ah, toen gingen er toch heel veel handen omhoog. Dus inmiddels hoef je niet meer echt op excursie, maar kun je ze gewoon heel regelmatig zien in het gebied. Nou, wat levert dat voor aandachtspunten voor onder andere de waterschappen op? Zoals je hier kunt zien, er zijn heel veel onderhoudspaden langs watergangen. En daar wordt onderdoor gegraven. Nou, wat gebeurt er dan als je met een zwaardere machine langskomt? Die kiept het om. We hebben gelukkig nog geen gewonden gehad, maar we hebben al wel heel veel materiële schade gehad met auto's en machines die totaal los waren. En je hoopt dat ze gewoon niet op z'n kop in de watergangen terechtkomen. Maar ook daar een plaatje van Rivierenland met hoogwater begin dit jaar. Daar heeft het tegen de dijk aangestaan. En op het moment dat het water zakte, werden er vele holen aangetroffen. Net onder de waterlijn, dus tijdens het hoogwater moeilijk te zien. Maar het verzwakte waterkering wel dusdanig dat het echt een risico vormt. Dus dat is ook gelijk de noodzaak. Want we willen duurzaam samenleven met de bever. Maar dan moeten we het niet hebben. We moeten ondertussen ook gewoon veilig kunnen werken. We willen voorkomen dat er overstromingen plaatsvinden. En we willen daarmee zorgen dat ze op plekken zitten waar ze heel goed kunnen leven, maar dat we ondertussen ook veilig kunnen werken. Daarbovenin, daar gaan een aantal van jullie vanmiddag ook kijken. Daar is een beverhol onder de openbare weg. Die kwamen tegen doordat het verzakt. Dat was vlakbij de kering, maar die bleek ook echt goed onder de weg te hebben gezeten. Rechtsonder, daar zie je een plaatje met een duiker, die is heel fanatiek dichtgestopt. Nou ja, dan kun je als waterschap heel mooi pijlbeheer doen, maar dit levert toch een aantal uitdagingen op. En het plaatje in het midden is ook een bever die gewoon tot onder in de kruin heeft gegraven, net als hier. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen waarom we die dijken hebben, ik denk dat dat heel helder is. En het is mooi als we die gewoon goed kunnen onderhouden en goed stevig kunnen houden, maar dat we ondertussen ook de bever een mooie plek in ons gebied kunnen geven.
Dus dit is waarom wij zo fanatiek op zoek gaan naar bevers. En Mark bij Huns en Azen Noord-Nederland, die heeft daar heel veel ervaring mee. En zo zijn er meerdere waterschappen en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk te bundelen om jullie een beetje een beeld te geven van wat is er, wat werkt er en hoe doen we dat. Dus Mark, bij deze. Dankjewel. Dankjewel, Hanneke. Mark Roodgatter, ik ben teamhoofd bij het waterschap Huns en Azen. We hebben sinds 2008 hebben wij bevers en 2010 kwamen de eerste schadegevallen. Dus toen zijn we eigenlijk toch al een beetje aan het kijken geweest van hoe kunnen we die gangen vinden om te zorgen dat onze inwoners nog steeds droge voeten houden. Want dat is ons doel als waterschap natuurlijk, onder andere. We hebben verschillende dingen geprobeerd. Het is zeker niet volledig. Techniek gaat heel snel, dus het is ook niet de laatste stand van zaken, laat dat duidelijk wezen. Ik heb gewoon een aantal dingen verzameld en ik denk dat het kenniscentrum een prima podium is om juist dit soort ervaringen te verzamelen, om het daarin te bundelen en met elkaar uit te dragen. Dit apparaat ROV is eigenlijk een soort klein onderzeeëtje, zeg het maar. Een paar lampen zitten sonar op, propellers, hij kan zelf varen. We hebben toen op een aantal plekken dus langs de IJssel gekeken, van daar zat een oeverhol, wisten we, wou kijken, kunnen we die opsporen met die sonarbundel. Die sonar is vrij nauw, dus een vrij rechte straal. En het viel ons in ieder geval behoorlijk tegen om het gat te vinden, terwijl we wisten dat hij er zat. In mijn beleving is dit niet de manier om hele oevers af te testen. Je kunt er hele leuke foto's mee maken, hebben we gezien. Maar dan pakt hij eigenlijk maar een klein deel van het hol. Maar nogmaals, en dat geldt voor heel veel technieken, stap voor stap komen we daar ook verder mee. Grondradar is vrij veel gebruikt, ook door vele collega's met mij. Rechtsboven daar, dat was eigenlijk de eerste keer aan de Hunze waar wij met het ding gingen testen. Nou, we vonden op een stuk van 550 meter vonden wij 29 oeverholen, dus nou, dat werkt op zich prima. Het lastige van dit systeem is, je maakt een opname, je moet dan een aantal verstoringen, want die zie je dus terug in je bodemprofiel. Moet je dus kijken, is dat een oeverhol of is dat puin of op een andere manier een verstoring in de grond. En op een gegeven moment kwamen we erachter, na 2 jaar hebben we nog een keer gecontroleerd, toen zaten er weer 20. En dan zie je dus al die oude herstelde holen kom je weer tegen. Dat geeft allemaal verstoringen in de bodemprofielen. En dus het wordt steeds lastiger om de nieuwe daar te vinden. We hebben nog gekeken met een drone. Ook dat gaat redelijk vlot, maar zat je toch wel behoorlijk met grondlagen. Die grondlagen langs de Hunze die zijn behoorlijk verschillend. En dat gaf toch wel wat verstoring daardoor. Nou ja, het is zeker een techniek die veel gebruikt wordt. We zien het in klei, werkt het eigenlijk niet. Zand en veen, dan lijkt het heel goed te gaan. En dat is ook de ervaring bij Amaas. Kan ik jou nog even het woord geven, Anneke? Ja. We hebben heel recent bij het kanaal van Deurne, die zien jullie op het plaatje, is een kanaal waar we over 20 kilometer heen hebben we grondradar toegepast. En dit is geen klei, maar dit is veen en zandgrond. Daar hebben ze 2 dagen over gedaan. En daar hebben ze eigenlijk 50% meer beverholen opgespoord dan dat wij van tevoren eigenlijk hadden al die bij ons bekend waren. En het leuke is van de manier waarop ze het hebben gedaan, is dat die gelijk gelinkt kan worden aan een app voor de aannemer, dat hij daar ook met maaiwerkzaamheden rekening mee kan houden. Maar het zijn 42 beverholen en 32 waarschijnlijke beverholen. Dus dat is inderdaad wat Mark aangeeft, is dat de verstoring in de grond die je kunt zien, is dat daadwerkelijk het beverhol? Het vraagt ook nog extra aandacht nadat je dit hebt gedaan. En we hebben er 1 minuut filmpje van. Dat is even zonder geluid. Ik ben niet zo goed best in. Ja. Het probleem is wel, bijvoorbeeld hier zie je de bomen, daaronder kun je niet kijken. En de bever heeft wel de voorkeur onder een stevig plafonnetje om daar het hol te maken. Dus dat zijn wel aandachtspunten. Maar hier zie je dus ook wel dat die gangen vaak doorlopen, dus gewoon ronde doorheen gaan. Gaat redelijk vlot. Het nadeel, een bewerkelijke hierin is van, je maakt een opname, die gegevens ga je uitwerken. Daarna komt er een landmeetploeg om dus die punten uit te zetten. Een aantal plekken moet je controleren, is het inderdaad een hol of is het een waarschijnlijke? En dan moet je dus graven van, is het er wel of geen ene? En daarna komt er dus een ronde om alle holen uit te zetten voor eventueel
weer dicht te maken. Of hoe het protocol is met de provincie zoals wij hebben afgesproken. Betekent dat eerst stokken ervoor zetten. Kijken of de bevers inwonen. En als dat niet zo is, kunnen we hem opengraven voorzichtig. Kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen een bever en ratten horen? Wij hebben in ieder geval met onze gegevens nog niet echt muskusrattengangen echt gevonden. Beverratten zijn wat groter natuurlijk, maar tot nu toe nog niet. Gaan we verder? Een andere techniek die wij in ieder geval veel gebruiken is sonar. We hebben natuurlijk geen grote rivieren als de Rijn of de Maas of de IJssel. Dus bij ons zijn het met name kanalen. Een sonar, dat klinkt heel officieel. Het is gewoon een veredelde visfinder eigenlijk. Met een sidescan. Je vaart in het midden. En naar de zijkant geeft hij een signaal. Gewoon een ping, net zoals bij een onderzeeër. En op een gegeven moment dat wordt weerkaatst door de oever. En op een plek waar een oeverhol zit, dan duurt het langer voordat het signaal terugkomt. En dan heb je een mooi streepje. En dan weet je, dit zijn oeverholen. Dan stappen wij normaal gesproken de boot uit met een waardpak of een van de jongens heeft een duikpak. En dan kijk je dus hoe ver gaat hij. Dus dan meten we gewoon voorzichtig met een stok. En dat zetten we in de app gelijk. En dan dus je hebt direct een beeld van waar ze zitten. En dus ook hoe erg of hoe niet erg. Als de bocht omgaan, dan kunnen wij niet meten. Dus maar dan hebben we in ieder geval een beeld. We hadden zelf wat twijfels, omdat je toch met begroeiing zit en alles. Dus we hebben toen een keer via de veiligheidsregio een duikteam van Defensie gehad. Die hebben veel betere apparatuur. Die hebben aan alle kanten hadden ze allerlei prachtige sonarapparatuur. Maar alle apparatuur is gemaakt om op de bodem te kijken en niet naar de zijkant. En de oevers zijn vaak pas anderhalve meter hoog. En dat is het grote technische manco waar veel bedrijven tegenaan lopen. Hier zie je op dit plaatje een ondiepe beschoeiing die hier stond. Daaronderdoor was wat uitgespoeld, dat zijn die dingen. En die streepjes, net zoals daar, dat is dus een beverhol. Nou, we doen het gewoon op de boot, eigen personeel, kan ook met een kano. Dus het is wel een heel mooi flexibel systeem. Alleen een groot nadeel is als er veel begroeiing zit met veel riet, dan zie je de holen veel minder goed. Nou, even een stukje hoe het gaat in de praktijk. Hier zie je het beeld van de sonar. We vonden hier eigenlijk vier duidelijke holen. En daarna opengegraven, voorzichtig, hè, met alle geldende regels. En dan zagen we dus vijf gangen die allemaal op diepte uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden waren. Hier woont hij, hier zie je, waren drie kamers, echt al in de dijk verspreid. En dan zie je gewoon over 20 meter is het een heel gangenstelsel wat daaronder zit. Hier zat ook nog een oerlaag en daaronder zaten ook nog gangen. En die heb je anders gewoon echt totaal niet in beeld. En dat is het grote gevaar. Ik vind ook de bever nog steeds een heel mooi beest. Maar op sommige plekken is het bij ons dus wel reden om te kijken van hoe kunnen we op de goede manier, hoe kunnen we daarmee omgaan dat we dus ook onze mensen de droge voeten hebben. Het is een boezemkade, dus dat is één groot systeem. Als die ergens doorgaat, dan loopt die hele boezem daarin leeg. Of de kamers inzichtbaar waren? Nee. Wij zien alleen de ingangen. Dat streepje wat je daar ziet, dat is wat wij zien. En als ze dus de bocht omgaan, dan zien we dat niet. Ik heb hier nog even de plus en de minnen. Nou, we hebben een heel snel beeld. Dat is ideaal. We doen het met eigen dienst. Dat sonarapparatuur wat wij gebruiken is 3.500 euro of zo. Dus dat is ook nog wel een keer betaalbaar. Het grootste nadeel is als die de bocht omgaat. En dat betekent dus als die bij binnenkomst links, rechts of omhoog gaat, wat je eigenlijk op die foto ziet, dan komt hij hieruit, maar die gang die loopt nog heel eind voor. En dat vind je dus niet terug. En wat ik al zei bij rietkragen, we hebben dus nu zijn we bezig met een stuk beverwerend gaas aan te brengen. Daar hebben we gekeken voordat we gemaaikorfd hadden. Daar vonden we met veel moeite twee gangen. Daarna hebben we nog een keer gekeken. En daar vonden we nog vijf nieuwe gangen bij, waarbij twee gewoon op 1,60 diep. Die jongen die loopt ook in een droog pak. Maar die op 1,60 diep zaten daar twee gangen en die gingen uiteindelijk 6 meter de kant in. Omdat die gangen die je net op de foto zag zo mooi watervoerend zijn, denk je, die moet je toch haast terug kunnen vinden met warmtebeeld. Met dat je temperatuurverschillen van bovenaf ziet. Hoogwater bij ons in 2010. Defensie heeft met de F-16 gevlogen langs het Eemskanaal.
En dan zag je eigenlijk op plekken waar oude bomen hadden gestaan, zag je heel mooi om de 6 meter een sterretje waar het zand watervoerend was, wat iets warmer was. En dan zag je dus al die bomen, zag je heel mooi staan. Ik dacht, nou, bingo. Helaas. Ja. Het bracht het niet. We hebben ook een bedrijf erbij betrokken die een project had van Hidden Graves, dus die begraven mensen opzochten. Maar uiteindelijk kwam daar niks uit, want waarschijnlijk, ik ben ook geen deskundige, is een bever die graaft gewoon onder de humuslaag door. En dus die toplaag die wordt niet verstoord. En daarmee isoleert hij heel goed. Maar ja, aan de andere kant, als je met een drone eroverheen kunt vliegen en je zou die gangen vinden, dat is natuurlijk wel bingo. Dus dat is wel een dingetje waar we nog zeker verder naar willen kijken. Nou, we hebben zo'n hele mooie 3D-scan van de bodem laten maken met het idee van, nou, dan moet je toch het uitgekomen zand moet je kunnen vinden. Hier zie je wel zo'n plaatje. He, waar je dus eigenlijk de ingang ziet, hier zie je wat grondwater vrijgekomen is, want hij haalt er gewoon 4-5 kuub uit. Dat viel in de praktijk heel erg tegen. Het was heel duur apparatuur wat je dan op zo'n bootje moet brengen. Gegevens moeten eerst bewerkt worden, later kwamen pas resultaten. Als je dan 2 weken later de resultaten krijgt, ja, dan ben je eigenlijk alweer achter de meedam qua actualiteit. Dus dat was op dat moment, en dat was ook het probleem, dus dat de oever vrij ondiep was. En daar liepen we eigenlijk het meeste tegen. Speurhonden, bij A. Maas loopt een proef om met honden de gangen op te zoeken. We hebben veel contacten in de Oude Broeg. Enrico die is daar een jaar mee bezig, dat is de bovenste hond. Die gebruikt de geur van die klieren van een bever. En bij holen die in gebruik zijn, waar de bever in woont, werd dat gewoon, hij zegt heel goed. In ieder geval de ingang pak je daarmee. En ja, als hij dan 3,5 meter diep is, dan ruikt hij hem natuurlijk niet. Hij zegt wel van, ik heb een blikje met de geurstoffen gewoon onder de grond verstopt. Tot 40 centimeter pakt hij hem zo op. Ook dan zit je een beetje met, dan is de grond geroerd. Dus ja, dat zullen we zien. Het is wel een ontwikkeling die we zeker in de gaten houden. Want dat is natuurlijk wel redelijk praktisch. We willen eigenlijk ook vragen of Enrico met zijn hond bij ons een keer gewoon naast de sonar, naast onze trajecten, gewoon dat hij even meeloopt. Gewoon door het leren van elkaar. Om op zo'n manier te kijken van, is dat een oplossing? Dit was wel een probleem. De oude verlaten holen, daar zit geen geur uit, die worden ook niet gevonden. Nou, dan hebben we nog visuele inspectie. Lopen, kijken, dat doen uiteindelijk ook met hoogwater doe je dat, maar ook gewoon regulier. Je kijkt altijd naar wissels, naar vraatsporen en zo. Dus mijn ervaring, ik ben ook bij hoogwater bij de Maas geweest. Het gaat allemaal zo snel. Je ziet er eigenlijk heel weinig van. Dit apparaat is nog even, die gebruik ik Video Delta, om te kijken hoe diep zijn de gangen. Dus die is zo'n soort schoorsteenveegapparaat, maar die kan dus wel flexibel met de gangen mee. Dat vond ik wel weer leuk. Ja. Ja, dus. Ik ga even door. Er zijn nog wat nieuwe mogelijkheden. Ik denk dat dat prima is voor het kenniscentrum om daar verder mee te gaan. Wat wij wel doen is DNA. Dat gebruiken we voor muskusratten, voor beverratten en ook voor bevers. Dus op plekken waar je... We hebben een rood gebied bijvoorbeeld bij ons in het gebied waar geen bevers mogen wonen. Dan kun je wel monitoren met watermonsters om te kijken zit de eDNA in van een bever. En het centrum hebben we ook een proef voor beverratten. Dat zijn allemaal dierproeven. Dat is toch een heel traject die af moet lopen. Dat hebben we voor bevers nog niet gedaan. Dus, veel technieken. Wij hebben in ieder geval nog niet in de gaten welke 100% dekkend is. Aanvullingen graag via het kenniscentrum. We blijven onderzoeken. Dat doet denk ik iedereen in Nederland. Want we willen uiteindelijk het plaatje wat we daar zien met de trekker. Bij hoog water, en dat kan zo in één keer gebeuren, wil je betrouwbare dijken hebben. Dan wil ik nog even gauw naar Oude Broeg. In Duitsland hebben ze al 15 jaar bevers. De Oder is net zo'n grote rivier als de Rijn. Ik zie ook al die oude meanders. En ze hebben daar ook al veel problemen gehad met van alles geprobeerd. Met stortsteen, AZB-damwanden, schanskorven, van alles. Maar uiteindelijk zijn hun er door schade en schande en door veel schade met name. Want hier zie je dus gewoon dat die onder de beschoeiing door is gegraven. En dan zit hier die beverbouw. Dat er maar... Een paar methodes zijn, dat is de stalen damwanden, een hele dure, maar wel degelijk. En waarbij ze dus nog gaas, wat tegenwoordig zonder dat plastic wordt gebruikt, ook over een deel van de oever maken. Dus ze maken hem hier aan vast, trekken ze over de oever heen met hoog water.
Kan die daar niet graven? Nou, de prijs staat eronder. Een hele dure methode. Maar is het ook een helling van de oever waar de bevers niet in gaan graven? Heel helder. Nou, dan zou je hem echt... De vraag die hier komt van, is er een helling die voorkomt dat de bevers gaan graven? Dan moet je hem heel flauw maken en dan praat je echt wel over een stuk van 15, 20 meter, denk ik. Het risico is altijd met hoog water, dat verandert alles, ook die situatie en wat gebeurt er dan? Nieuwe techniek, en daar zijn we nu ook mee bezig bij ons. Gisteren begonnen met een proef om gaas de grond in te trillen. Eigenlijk met gewoon een trilblok, twee stalen platen waar dat gaas tussen zit. Doe je ruim, het liefst 1,5 meter, het minder diepste punt van de watergang. En daarna trek je die plaat weer op, blijft het gaas staan. En dit is in de Oudebroeg waar je op deze foto al ziet waar ze heel veel bevers hebben en waar dit dus ook heel veel wordt toegepast. Diezelfde aannemer is uit Oost-Duitsland gekomen naar ons toe en die is nu begonnen. En daar, deze proef is deze week aan de gang met een traject van 400 meter. Hugo heeft ook, mijn collega heeft ook diverse uitnodigingen verstuurd, dat mensen kunnen kijken. Het is in ieder geval een stuk goedkoper. Dit zijn natuurlijk de prijzen die daar gelden. Er is nog geen Nederlandse aannemer die dit apparaat heeft. Dus dat zal blijken. Maar dit is in ieder geval wel een redelijk goedkoper alternatief als die stalen dammen. Dit is het traject waar we nu aan het graven zijn. En daar ben ik erdoor. Oh ja, deze hebben we nog. Laatste. Hugo, mijn collega. Ja, als iemand geen uitnodiging ontvangen heeft, die kan nog komen kijken morgen en overmorgen naar die 1000 meter. Oké. Nou, voor de mensen die nog willen kijken, die kunnen even... zeg maar even hier in ieder geval in de zaal melden bij Hugo. En anders zetten we het adres nog wel even op de mail, denk ik. Ja. Laatste plaatje hier. Dit is ook een groot traject waar ze diverse onderzoeken gaan doen. Dus wat dat betreft wordt er volop geïnvesteerd in kennis om dit voor elkaar te doen. Daar ben ik voor door.